is de Dik Voor Mekaar Show! Het is weer zaterdag, Dik Voor Mekaar Show! Ja, oh, daar is hij weer, hè? Nou, is dat lang geleden. Een week, Dick. Hè? Een week. Ja, een week. Nou, we hebben een hele bijzondere uitzending. Dick, voordat we beginnen, omdat het de laatste is vandaag. Wat is de laatste? De laatste show. Ja, dit is het laatste Dik Voor Mekaar Show. En u voelt hem zelf ook wel hebben. De laatste? Dus een... Wat hoor ik nou? Wat moeten wij? Wat zeg, hallo? Nou... Dat wisten wij niet. Nee. Is dat een briefje overgeweest? Nee, zie dit erop. Is het eindelijk voorbij. Alsof het nooit te ver kwam. Kan ik mij even richting het oosten gooien? Kan het nou even wat rustiger meteen aan het begin? Wat is er een zootje? Laten we zo'n laatste uitzending nou even waardig besluiten, hè? Een hele bijzondere uitzending, want het is namelijk... Ik heb een humorist uitgenodigd. Pardon? Een echte humorist heb ik uitgenodigd. Mensen, ik ga vast uit de wind, want ik voel hem al aankomen. Wat is er nou humorist? Ik heb van de week naar het, de Edison uitreiken zitten kijken. Ja, dat had ik al willen zeggen. Ook deze uitzending staat dus geheel in het teken van de Edison, Oscar en ook wij, de Dik Voor Mekaar Show. Lachen, wordt een vaste gewoonte. Lachen, van de week. Ja, het was heel sterk, die Edison uitreiking. Erg van genoten, heel erg van genoten. Ja, ik ook, meisje. Ik heb de hele nacht geen oog dicht gedaan. Hoezo geen oog dicht gedaan? Ik heb onder die Edison heb ik al zwaarlijk geronken natuurlijk, hè. Oh ja. Nou, in ieder geval ook... Prachtige muziek. Ja, het. Heel sterk. Ja. En ik vond ook de jury. Ja. Jury vond ik heel goed, hè. Wat een sterke keuze ook, hè. Zo'n Meta de Vries, hè. Die ken je toch wel? Oh ja, wat is dat dan? Dat zijn niet die normaal, zeg maar, de paardenmarkten zijn. Zondagochtend. Ja, zij roept altijd op waar de paardenmarkten zijn. Die zat nou in de jury. Ja, de fancy fair en zo. Ja. Ik heb pas nog een leuk kleedje daar ergens gezien. Ja, ik ga ook wel eens, daar vertelt ze van dat er ergens een bazaar is of zo. En dan ga ik er ook wel eens in. Daarheen, leuk. Ja, zij heeft er veel verstand van die postduiven. Die laat ze ook los, geloof ik, hè. Ja, maar het ging in dit geval dus over de muziek. Oh ja. Heb ze daar ook verstand van? Jawel, want ze vertelt ook wel eens als ergens een markt is met tweedehands grammofoon platen. Dat vertelt zij ook. Ja, dat was een hele deskundige jury in ieder geval, hè? Als je daar een Edison van krijgt, dan mag je wel blij zijn, vind je? Nou, wat zullen al die artiesten er trots op wezen, hè? Dat komt in een kastje thuis en tuurlijk, zo. Keukenkastje. Ja. Nou, in ieder geval klaar. En de presentatie tussendoor was heel leuk. Welke presentatie? Margriet is huis. Ja, die was ook heel sterk, hè? Nou, wat heeft die grote ogen? Ja, dat zijn de contactleden. In ieder geval even klaar over die uitzending van deze. Want nu komt dan eigenlijk... Nou, daar zijn we nieuwsgierig naar wat er nou komt. Wees nou even stil. Nu is dat een belangrijk moment. Voor het eerst in de historie. Maar komt jaarlijks terug. Worden ze ook vaste gewoonte. Wordt een rage. Niet de Edison, maar de NCRV-Edison uitreiking. Het Zwaantje. In Spakenburg is hier de jaarlijkse uitreiking van de NCRV-Edison. Deze onderscheiding, voorstellend een gouden omejo leunend op een lege jeneverfles, wordt ieder jaar uitgereikt aan Nederlandse artiesten en muzici welke zich verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van de lichte muziek. Juryleden waren... Professor A.A. Diepenhorst, Anton Geesink, Pino uit Sesamstraat en Jannes van der Wal. Presentatie Dik Voor Mekaar. Muzikale leiding Pieter van Vollenhoven.
gastheer Dick voor mekaar. Dank u wel. En ik zou zeggen, een hele welkom. Geheten iedereen allemaal. Hier zijn we dan, officieel, bij de NCRV Dison-uitreiking 1984. We beginnen met de categorie instrumentaal, Dick. We beginnen met de genomineerden voor de categorie instrumentaal. Genomineerd zijn de Lenko's voor een LP Dreamworld. Eveneens genomineerd Ad Kramer voor zijn LP Werkeloos. En als derde in de categorie instrumentaal, Tom en Dick voor hun album Outside Inside. Nou, we zijn natuurlijk verschrikkelijk benieuwd wie er gaat winnen van deze drie. Ik ben ook zelf even, Dick, ik heb nog even kandidaten, wat, een leuke opmerking. Leuke opmerking. Bob Bauber. Oh, wat leuk van Bob Bauber. Ja, Bob Bauber! Ja, ik hoor het, ik ben er al. Meneer Bauber al. Goedemiddag, meneer Bauber. Want ik ben wel eens benieuwd naar zijn kijk op de Nederlandse muziek. Natuurlijk. Vindt u de popmuziek van heden de dagen slecht, meneer Bauber? Nee hoor, ik denk gewoon, doe maar. Doe maar! Zo heet die groep. Ja, leuk. Nou, kijk. Ja. Het is voor het goede doel. Ja. En VOF de Kunst en Frank Boeien. Mijn geweldig. Oh, dus ik zing een toontje lager. Die wil ik nog wel een keer horen, Dick. Kan ik nog één keer zeggen, want ik vond er zaten qua scripties in. Er zaten zoveel groepen in verborgen in deze zin, hè. Gaat hij nog een keer zeggen, want dan schrijf ik hem in vol, boy. Was wel leuk, hoor. Meneer Bauer, wil u nog, is het erg, vindt u het erg om nog één keer te zeggen? Nee, hoor, ik denk gewoon, doe maar. Doe maar. Ja. Nou, kijk. Het is voor het goede doel. En VOF de Kunst en Frank Boeien. Boeien maar. Geweldig. Boeien. Frank Boeien heet hij. Dus ik zing een toontje lager. Dat is ook wel leuke groep. Ja. U had hem al verteld van de week ook bij die Edison. Maar ik denk, ik vraag u nog. Dat is zo goed, hè. Oh, wat een vondst, hè. Het was het enige wat er te lachen was die avond. Maar het was wel ook heel erg leuk. Nou, ik heb ook erg gelachen. Nou, ik ook. Ik zat op het puntje van mijn stoel. En dan is nu dus... het hoogtepunt is daar. Ik heb hier de enveloppen waarin vermeld staat wie de winnaar is van de NCRV Edison. De Gouden Obio. En het is deze keer geworden. Oh, Ad Kramer! Ad Kramer, waar is Ad Kramer? Ad Kramer, kan die nu hier? Ad Kramer wil die onmiddellijk even naar boven komen. Ja, Ad. Zit niet in de zaal. Bescheiden, hè? Bescheiden misschien. Ja, maar wat doen we nou? We zitten niet in de zaal. Goedemiddag misschien, als ik even kan helpen. Ik ben namelijk zo dat ik even de NCRV Edison aanpak. In plaats van die Ad Kramer, dan zorg ik wel dat die Ad Kramer hem krijgt. Daar kunnen wij op rekenen. Daar ken u op. Hij is toch van echt goud, hè? Ja. Dus origineel goud, ja, toch? Ja, daar ken u op rekenen, hoor. Die komt bij die Kramer terecht. Nou, dat is dan geregeld, Dick. Nogmaals hartelijk gefeliciteerd. Waarom is Ad Kramer het geworden? Kan je het juryrapport even volgen? Het juryrapport, ja, dat heb ik hier voor me. Het juryrapport luidt... Mijn naam... Dat is heel moeilijk geschreven hier... Beetje groot. Yes. Mijn naam is Pino. Wil jij mijn vriendje zijn? Oh, dat is heel goed. Dag. Lachelijk, hè. Dit is de laatste ding voor elkaar van dit seizoen. Hoezo?
Nou, dat heb ik net nogal uitgelegd. Weet ik veel, september of zo zijn we er weer. Dit is in ieder geval de laatste. Ik vond, dat is de laatste, dit is toch duidelijk? Nou, ik was mij niks meegedeeld. Ook niet. Dan had ik eerder vakantie kunnen nemen. Ik zie speciale jullie. Zitten jullie zin ik over te spreken? Nou, in ieder geval, wij zijn er dus weer in september. Dit is in ieder geval de laatste uitzending, dus we hebben wat speciaal. We hebben wat speciale. Hoe nou maar! We hebben wat speciale dingen, wat bijzonderheden. Hè. We maken er een hele bijzondere uitzending van. En het eerste bijzondere komt nu al meteen. Maar dat is nog niet. Zet een kopje bijzonders. Kom gewoon de prijsvraag. Dat is er iedere week. Dick, kun je even excuseren? Want wat ik is moet even nog naar de brievenbus. Nee. Daar moet je toch. Nou, daar halen we hem achter, mensen. Laat die maar weer zitten. Ben ik niet. Daar is hij al. Oh, nou, dat is al heel leuk hoor. Deze hele leuke. Nou, we zijn zeer benieuwd, want we houden ons aan alle kanten vast, hè. Zal niet meevallen naar die leuke van Bob Bauber. Hè, daar overheen te komen. Nee, dat lukt niet meer. Nou, kom op, daar gaan we. De eerste, wat was de vraag eigenlijk? De vraag van vorige week. Nou, weet je wat ik ook een hele leuke opmerking vond van week? Nou? Van die Tol Hansen. Die van de Big Sister. Die is ook wel komisch. Ja, die hebben het ook wel een beetje. Die is ook leuk, ja, hoor. Die hebben het ook wel een beetje. Daar kun je ook om lachen, ja, hoor. Ja, zeker. Maar, wat zei u ook alweer, meneer Hansen? Wat, hoe was die grap ook alweer? Weet je wat ik nou zo gek vind? Ja. Als Bram Vermeulen een LP maakt, dan heet hij Bram Vermeulen. Ja, als Joop Visser een LP maakt, dan heet hij Joop Visser. Ja, dat klopt. En als Rob de Nijs een LP maakt, dan heet hij Roman. Ja. Leuk, hè? Ik heb er zo over gelachen, hè? Ja, jij niet, Doos? Wat is daar dan gek aan? Straks schrijft hij een boek en het noemt hij LP. Nou, hou dan maar zo van zat. Zo leuk is hij nou ook weer. Ja, ik vond hem goed hoor. Oh, dan wordt er nog een wakker in die hoek. Meisje, ik ken die van mij nog één keer, want ik heb hem niet begrepen. Als Bram Vermeulen een LP maakt, ja, dan heet hij Bram Vermeulen. Ja. Als Joop Visser een LP maakt, dan heet hij Joop Visser. Ja. En als Rob de Nijs een LP maakt, dan heet hij Roman. Dan heet hij Roman, ja. Nou, straks schrijft hij een boek en het noemt hij LP. Was dat over Joop natuurlijk, Dick? Ja, dat weet ik niet. Die loopt er even. Meneer Van elkaar. Ja. Ik zit daar toch met een vraag. Of snapt u nou... Heb jij een vraag, ja, dus? Snapt u nou dat er mensen zijn die tegen een derde televisienet zijn als we zoveel talent hebben? Nee, begrijp ik ook niet, hè? Want je hebt nou toch zo'n... Zo'n Edison is eigenlijk helemaal niet bedoeld om te lachen. Maar als je hoort wat daar aan de humor ingestrooid wordt. En allemaal in elkaar geperst, nou, tot snel voorbij. Wat is dat leuk gedaan, dan kan je toch beter een derde net hebben, dat je dat rustig kan bekijken. Ik heb zo'n avond gehad. Nou weten we het wel. Over de meningen zijn duidelijk. De kaarten zijn geschud. Kan ik nu misschien even de prijsvraag krijgen? Oh ja, hier is de vraag van vorige week. Nou, overal weer op je knieën. Komt-ie. Meisje, ga je mee? Meisje, ga je mee? Nou, dat was de vraag. Nou, heb ik hier... Daar zijn we, leuk op je. Ilja Rodenburg. Dat vind ik alle giller. Vind ik persoonlijk alle giller, hoor. Uit Leiden. Ja, ja. Oh, uit Leiden helemaal. Meisje, ga je mee? Ja, antwoord, ja, help politie. Ja, het is geen Edison humor, maar toch... En K van Herwaarde uit Giezenburg. Ja. Meisje, ga je mee? Je kan toch wel alleen naar de wc? Ja, meneer Bauber, we hebben die klaar, hoor. Ja, meneer Tol Hansen. Meneer Tol Hansen. Meneer Tol Hansen. En deze is ook van K van Heerwaarden, ja, uit Giezenburg. Meisje, ga je mee? Nee, want ik moet mijn wandel om de takken nog verschonen. Leuk, geprobeerd. Ja. Je bent verwend naar die uitzendingen. Je bent verwend, hè. Je vindt niks meer leuk nou, hè. Deze is van Hendrik Smit uit Oegstreek. Hendrik Smit, ja. Meisje, ga je mee? Ja. Oké, voor 50 gulden. Oké, ja. Heb ik hier de winnaar, Dick. Ah, daar komt de winnaar.
die heeft geloof ik al eens gewonnen. Frits Witgreven uit Bloemendaal. Ja, die heeft gewonnen. Ja, een humorist, hè. Meisje, ga je mee? Nou. Ik mag van mijn moeder niet met mannen met grote wippen wappers meegaan. Ja, dat is het, hè. Die heb ik trouwens nog niet gezien vandaag, die witte wappers. Die hebben zeker een vrije dag genomen. Nou ja, gelukkig maar. In ieder geval, dat waren dus de winnaars en dan nu de nieuwe opgave. Zullen we dat maar niet doen? Nee, dat hoeven we niet. Het is de laatste uitzending. Dus dat was het dan, hè. Dat was de prijsvraag voor dit jaar. Wat een geluk, hè, dat erop zit. En er is geen nieuwe opgave, dus dat lucht lekker op. Maar we hebben alleen nog wel even... Ja, daar ben ik even voor het t-shirt natuurlijk, hè. Eens even kijken, die heeft mij gebeld. Dat was, heb u hem daar? Dat was het trio Helleniek. Die hebben het gezongen. Oh, dan heeft mij gebeld Manuel Hermans. Marcel Hermans. Whatever. Floralaan West. 141. 141. Whatever. In Eindhoven. De postcode is ook leuk. 5644 BH. Dat is een grote maat, hè? Zaterdag luistert u naar de dik voor mekaar show. Goedemiddag. Daar ben ik weer. Ik zit met een probleem. Ik moet door de deur heen komen. Ja, daar ben ik weer. Ik had er weer geen... Nee, je moet doorlopen. Ja, en dan, ik loop door. Daar is de vaste klant weer, zie ik. Ja, ik heb een probleem. Ik had bij u een kleurentelevisie gekocht, hè? Ja. Nou, van de week heb ik zitten kijken naar dat Edison-gala, hè? Oh, heb u daarna gekeken, hè? Ja. En overal bij mij in de buurt hebben ze gelachen. Ze vonden het zo leuk en op mijn toestel kon ik er niet om lachen. Heb u niet gelachen om die uitzending? Nee. Kan ik me niet voorstellen waar nou, dat is wel onbegrijpelijk. Blauw gelegen. Zo'n Bob Bouwer hebben daar niet om gelachen. Nee, daar heb ik niet om gelachen. Kon ik niet om lachen. En Tol Hansen dan? Nee, dat heb ik wel gezien, maar ook niet omgelachen. Nee. Maar mag ik even vragen, had u misschien het geluid aanstaan? Ja, natuurlijk had ik het geluid aanstaan. Ja, dan is het wel duidelijk natuurlijk, hè? Hoezo? U moet niet het geluid aanzetten bij die tv-uitzending natuurlijk. Oh nee? Nee, dat hebben uw buren ook niet gedaan, daarom hebben ze zo gelachen. En je moet dan normaal altijd geluid aanzetten bij de televisie? Deze uitzending niet. Ja. Bedankt voor de service. Daar staan wij onbekend. Ben ik voor mekaar zo, ben ik voor mekaar gezellig. Ben ik voor mekaar zo, ben ik voor mekaar gezellig. Heb je je radio aanstaan, dan kunnen we luisteren gaan. Mooi, en dan is het... Hey Dick. Ja? Ik kom van de week in. Ik hoor weer iets. Wappers horen wij. Wappers horen wij. Nee, zeg, laten we nou zo'n laatste uitzending binnen. Brood de witte wappers, hoela die heet. Tekens bij die kappers. Ik heb er allemaal geen tijd meer voor, want we zien dan dingen aan de tijd. Want we hebben nog iets heel belangrijks te vertellen. Ik wil nog even wat vertellen, Dick. Ja, vertel jij het even. Ja, ik kwam van de week een vriendinnetje tegen. Dat vraag ik toch helemaal niet om, hè. En die zegt, hey de Groot, je moet vanavond even langskomen, want er is niemand thuis. Oh. En? Nou, langs geweest. En? Hoe was het? Niemand thuis. We gaan dus, het zit zo. We hebben dus, heel leuk. Omdat in verband, dit is de laatste Dik voor Mekaar show. En nu is er dus een Dik voor Mekaar wedstrijd is er uitgeschreven door de NCFV. Ja. Iedereen kan cassettebandjes maken van ongeveer een minuut of 10. Hè, hooguit 10 minuten. Maar hooguit 10 minuten. Anders worden we gek. Waarin u zelf dus een Dik voor Mekaar show maakt. Hè. Ja, anders worden we gek. En als u dus daar leuk ideeën voor heeft, dan neemt u dan op een cassettebandje en dan stuurt u het kopietje van dat cassettebandje. Dat stuurt u naar de NCRV. Ja. Want we kunnen die zo natuurlijk niet terug gaan sturen, want er wordt een eindeloze poestamp.
Dus als u het kopietje daarvan maakt en het stuurt u dan op naar de NCV, naar attentie van... Jan Rietkant, ja, Schuttersweg 810. Ja, daar woont hij. 1217 PZ in Hilversum. Ja, en insturen voor 1 september. En er zijn 3 radiocassette recorders te winnen. Ja, minimaal. We hebben dus, nog veel er zijn meer. 3 winnaars. Nou, er is met een partij elektronica staat er klaar. En in de jury nou, zitten... Nou, daar ben ik nog mee bezig, hè. Ik weet niet of ik het allemaal kan rotzooien met die rotzooien. Dat komt natuurlijk. Ik ben met die koppeljongens gaan we volgende week Amsterdam in. En dan kijken we wat er los zit. Ja. En in de jury zitten Bob Bouwer en Tol Hansen. Ja, dus en zorg wel... de Vries, die van die paarden maar. Ja, dus zorg wel dat het om te lachen is. Huh? Dus als u daar leuke ideeën voor heeft, zet op een cassettebandje, stuur een cassettebandje op. Ter attentie van Jan Rietkant, Schuttersweg 810, 1217 PZ2 in Hilversum. Ik hoor dat jij ook in de jury zit, Dick. Hè? Ik hoor dat jij ook in de jury zit. Ja, jij ook, iedereen. Oh. Ik zit er nog niet in, hoop ik. Iedereen zit in de jury. Dus heeft u een leuk idee? Ter attentie van Jan Rietkant, Schuttersweg 810, 1217 PC in Hilversum. Nou, dit was hem dan, de laatste ding voor elkaar. Show met een Rietkant, als u het er al voor komt. Goedemiddag! En een radiocassette die voor is te vinden.